hier heb je een Norton 16H van 1944, het legere model. Dit is een Norton International. Die is net zo oud als ik zelf ben, die van 1947. In opbouw. Goedemorgen. Welkom bij deze motormobilist video. Ik ben op weg naar Best. Dat is een plaats in de buurt van Eindhoven. Voorbij Tilburg. En daar is een Norton museum. Nou is Norton een van de oude motormerken. Engelse motormerken die al van voor de Eerste Wereldoorlog al motoren maakten. En destijds was Norton heel groot, onder andere beroemd om de Norton Manx. Dat was een racemotor waarbij ze ook op het eiland Man een paar keer gewonnen hebben. Maar zoals de meeste Engelse merken, toen de Honda, Suzuki's en Yamaha's kwamen, toen is het bergafwaarts gegaan. Zo'n half uurtje, drie kwartier verder. Het is nog 25 kilometer. We zijn Tilburg al voorbij. Dit is het laatste stukje. Best. Oh, verkeerd. De volgende moeten hebben. Nou ja, weggehaald. Kijken of het goed uitpakt. Nou, een stukje binnendoor. Is ook leuk. Nou, we gaan over aan daar. Een stukje water over de Beatrixbrug. Is het Norton Museum Best.
Nou, ik sta hier bij het Noordom Museum in Best. Dat is een privé museum van een echte liefhebber. En we gaan eens kijken wat er binnen allemaal te zien is. Hallo, ik ben Albert van der Heijden. Ik ben de eigenaar van het Noordom Museum in Best. Dat is een verzameling die ik opgebouwd heb vanaf de 60er jaren tot nu eigenlijk. Dit is de laatste die ik aangekocht of geruild heb eigenlijk. Dat is een laatste model van de Dominator. En die wou ik graag hebben, die had ik vroeger in gehad. En daar heb ik altijd spijt van gehad dat ik hem weggedaan heb. En ik heb hem toen de tijd weggedaan voor een atlas. En daar heb ik toen mijn kinderen klein waren een zijpan aan gehangen. En die was lang niet zo soepel als de Mercury. Ja. En toen mijn ouders stierven, toen kon ik het huis van het deel van mijn zus overnemen. En met het plan dus om een museum te maken. Omdat ik mijn hok vol met motoren had staan. En ja, zo is het allemaal gegroeid eigenlijk. Door een uit de hand gelopen hobby. Van, wat is de meest bijzondere motor die je hier hebt staan? Ja, de meest bijzondere heb ik er eigenlijk twee van. Dat is een originele Norton fabrieksracer. En een Mengs Norton, dat is een echte Grand Prix racer. En met die Mengs hebben ze de TT van Assen gewonnen in 1959. Dat is die motor. Ja, niet die, maar de afbeeldingen van. Snap ik. Ja, dat zijn de speciale. En ik heb ook nog wel een Wankel, dat is ook wel vrij zeldzaam. Ik heb een Classic, dat is de enige in Nederland. Ja, misschien dat er later ooit eens eentje nog geïmporteerd is, maar ik heb hem dus nieuw gekocht toen hij uitkwam. Oh, nee, niet toen hij uitkwam, maar enkele jaren later. Ja. Van iemand die hem kocht en die er nooit mee gereden had. En hier heb ik een Norton Featherbed frame. Dat is eigenlijk het beroemde frame van Norton. Waar de Mengs, voor de Mengs is ontwikkeld. En dit is een 1-cylinder, gewoon een ES2 zoals ze die noemen. En die is ook nog helemaal origineel. En die heb ik van de eerste eigenaar gekocht in Luxemburg. Dit is de Mengs. Dat is dus een racer uit 1959 en hij is ook helemaal origineel, nooit gerestaureerd. Die man die hem racerde was Bob Brown en dat was een Australiër. Hij was getrouwd met een zus van Jeff Duke en Jeff Duke is wel een bekende wereldkampioen. Hè? En in 1960 verongelukte Bob Brown. En de motor heeft tot 73 bij de weduwe gestaan, vandaar dat hij nog helemaal mooi origineel is. Ja, en het bijzondere is dat deze dus de TT van Assen gewonnen heeft in 1959, ja, de 350 klasse. Ja. Dus dit is een originele Grand Prix racer en dit is een Formule 57 racer, zoals ze dat toen noemden. En dat is wat de huidige Superbike is. Die motoren die moeten dus afgeleid zijn van een wegmotor. Maar deze heeft wel een heel speciaal frame, zie je? Ja, dit is een multi-tube frame. Sorry. Je weegt maar 130 kilo. Dat is ongelooflijk. De Norton hadden maar 80 pk. En ze reden dus in de Formule 57, waar ook al die tweetakten van Japanners in racen. En die hadden 110, 120 pk. En ze moesten dus iets. Ze konden toch nog ooit een wedstrijd winnen, puur omdat ze dus hoogwaardige techniek gebruikten. En die Japanse racers, die noemden ze in Amerika de Flexi Flyers, want die hadden dus wel een heel hoop pk's, maar ze konden alleen maar heel hard rechtdoor en als ze echt moesten sturen dan, snap je? Dus dat is heel speciaal. En, ja, hier zit veel magnesium aan. Norton was ook als eerste met gietwielen. Magnesium zelfs, deze. Dit is een Sealy frame met een Norton korte slagblok. En een kweefbak, een vijfbak. En dit is echt een korte circuitracer dit. En dit is eigenlijk een lange circuitracer. Deze hebben ze gebouwd voor races zoals Daytona en Imola, Barcelona, Silverstone. Al die 200 mijl races. Daar waren deze eigenlijk meer voor geschikt. En dit is een productieracer. Daar kon Jan en alle man mee racen. Ja. Ook een verschrikkelijk mooi ding. Ja, dit is een 7,5.
Dit is de oudste uit de collectie, die is van 1925. En dit is de jongste uit de collectie, dat is de Wankel Classic. En je ziet wel, in kleur is er eigenlijk niet veel veranderd. Norton heeft altijd als een basis de zilvergrijs met de zwarte en rode bies. Ja. Dat is de wankelmotor. Ja, dat is de luchtgekoelde wankelmotor. Die is gebaseerd op een Interpol. Een Interpol, dat was een politiemodel. En toen hebben ze ter introductie van de Wankel aan het publiek hebben ze 100 classics gebouwd. En dit is nummer 25. Dit is een limited edition 25. Dat is de MK3. En het verschil met deze is de schijfrem en de elektrische starter. Ja, elektrische start. Deze hebben. Dit is het laatste model van een commando. En die Triumph die je daar ziet, die is ook onder de eigendom van Norton ontwikkeld. En die hebben ook een elektrische start. Dat was uit de tijd van Norton Villers Triumph. Ja. Ja, NWT. Ja. Deze heb ik van de eerste eigenaar gekocht in Zaltbommel. Een jaar of 6-7 geleden. Ik heb er nu 10.000 mee gereden. Hij had er 20.000 gelopen. Die man die wou veel meer gaan rijden, want toen hij hem nieuw kocht in 1975, toen heeft hij er die 20.000 mee gereden. En hij kocht hem bij Stokvis, de importeur toen de tijd. Oh, ja, ja. En hij kocht een compleet blok, dat ligt daar bovenop. In onderdeel erbij, want dan had hij altijd onderdelen, maar hij heeft er maar 20.000 mee gereden. En toen ik hem kocht, had hij 30 jaar lang aan het plafond gehangen in de garage. Rickman, die is origineel gebouwd bij Rickman als een Rickman driecilinder. Rickman die kocht in 1973 25 blokken van Norton. Norton was eigenaar van Triumph. En ze hadden toen met die sit-in bij de Bonneville fabriek in Meriden hadden ze een probleem, want ze konden geen geld genereren en toen hebben ze gewoon de driecilinders die werden bij de BSA Rocket 3 fabriek gebouwd. En toen hebben ze 25 blokken verkocht. En dit is een van die 25. Dat is best wel zeldzaam. Ja. Waar dan? Dit is best wel... Dit is een Greaves. Ja, dit is een Greaves frame. Zie je, die hebben een gegoten aluminium balhoofdstuk. Ja. En die hebben dan die schommelvork voor vering. En daar heb ik dan een Norton blokje in gebouwd. Normaal ligt er een tweetakt in. En dit is een viertakt tweecilinder. En daar heb ik dus de wielen van de Norton ingezet en de olietank is ook van de Norton. En hoeveel is dit blok? Deze is 400 cc. Dat is die 400 tweecilinder? Ja, ja. En hoe oud is dat blok dan? Het blok is van 64 en het frame is van 62. Ja. Ja. En ik kocht het frame bij een sloper in Den Haag, Bolman. Oh, die ken ik wel, ja. Ja, en die adverteerde hem op Marktplaats en er zat een nummerbord op. En toen ben ik naar de RDW geweest, toen ik het rijwielgedeelte gerestaureerd had, om te vragen of dat ik er een ander blok in mocht hangen. En dat was geen probleem. En toen hebben ze hem dus gekeurd en ze hebben het nummer nagekeken van het frame en het kentekennummer. En dat klopte dus, dat hoort bij elkaar. En dan hebben ze hem gezegeld, zie je. Zo gauw als je dadelijk klaar is, dan krijg ik het origineel nummer terug. Hier ben ik geboren in 1947. En mijn zus ook. En mijn vader is hier geboren. Ja, mijn opa kocht het huis in 1903. En deze heb ik ook nieuw gekocht, deze commando. Het is nu mijn archief en ik wou hier eigenlijk een beetje de kantine van maken, maar dat is mislukt. Te vol. Hier heb ik de motor van mijn vader, het 1936. Dat is een Velocet KSS. Dat is de sportmotor van Velocet uit de 30er jaren. En er lag een stoterstangenmotor in en er hoort een bovenliggende knock-assmotor in. En deze motor heb ik gekocht in Australië. Dit is een 16A, die is ook van een kennis van me, die werkt op een ogenblik in Australië en die moest zijn garage leegmaken en toen heb ik de motoren hier neergezet. Dus deze die staat ook hier, van niemand anders dus.
staan. Dit is op de zolder. Ja. De bovenverdieping. Hier heb je een Norton 16H van 1944, het legere model. Dit is een Norton International. Die is net zo oud als ik zelf ben, die is van 1947. In opbouw. En dit is het legere model? Ja, dit is het legere model, een Norton 16H. Die heb ik in 1959 gekocht. En ik heb er nog een geschreven rekening bij, uit Hamont in België. En dat was toen nog in de tijd dat ze een zegel gebruikten met de stempel erop. En die kostte 160 gulden. Ja, dat is niet meer te geloven, hè, ja, tegenwoordig. Maar in 1969 wou niemand zo'n ding. Nee. En ja. Een paar bijzondere fietsen. Ja. Dit is een Hobie uit 1878. Dit is 1870. Nog met houten wielen. En deze is van 1869, die is ook met houten wielen. Maar, en dit zijn allebei nog massieve frames. En dit is een buizenframe. Ja, heel speciaal. Hier heb je de rem van zijn Hobie. Kijk, dan draai je aan het stuur en dan wordt hier een pedal tegen de achterwiel aangedrukt. Ha, wat een systeem. En deze heeft best nog wel vering, zie je? Ja. Is wel apart. Als je dan te hard van een helling afreden, dan kon je de pedaalsnelheid niet meer bijhouden. En als je dan zo'n klap krijgt van de pedaal, dat doet best zeer. Dus dan kon je je benen hierin leggen. Is je ook al nagedacht? Ja. Ja, dat was in het begin van het vervoer, hè. En dat is ook zo'n John Player Special? Ja, dat is ook een orde. Deze heb ik gekocht in 1969. Maar die hebben ze 5 jaar geraced. Hij heeft maar 11.000 kilometer gelopen, maar die was totaal versleten. Ja. We hebben hem alleen maar olie bijgevuld, nooit ververst. En op een gegeven moment toen brak ik krukas. Zonde. Ja, en dan heb ik heb er gewoon mijn tijd over gedaan om bij elkaar te zoeken. Je kunt wel alles vlug kopen, maar dan ben je 10 keer zoveel kwijt. Ja. Ja. En dat is de kuip daarvan? Dit is de kuip, ja. Die heb ik al helemaal opgebouwd, ik moet hem alleen nog erop zetten. Dit is de Norton Electra, dat is zo'n 420, waar dezelfde blok in het frame ligt. Zie je? Ook een mooi ding. Ja, dat is een leuk ding. Dat is een klein dominator, noemen ze dat. Ja, ja. Die kende ik helemaal niet. Echt een mooi ding. Ja. En deze heeft een elektrisch start. Speciaal gemaakt voor de Amerikaanse markt. Toen ik onderdelen moest hebben voor het blok, die had ik uit de andere blok kunnen halen, maar dat vond ik zonde. Dus toen heb ik alles in Amerika op eBay gevonden. En dat kostte allemaal maar $10, $25, noem maar op. Dat was eigenlijk niks. En hier heb ik een vliesframe waar het nog een blokje beneden in hangt. En hier hing het originele blok in, zie je? Ja. Dit is een trial motor. Hier heb ik wedstrijden mee gereden met deze. Nou, dat was het Norton Museum. Het was absoluut de moeite waard. Hartstikke leuk. En ik ga weer lekker naar huis rijden. Nou, dat was een heel leuk bezoek aan het Norton Museum Best. Het is een van de leukste musea die ik ooit gezien heb. En het is ontzettend leuk hoe enthousiast Albert erover kan vertellen. Ik kan het iedereen aanraden. Het museum is te bezoeken uit mijn hoofd de laatste zaterdag van de maand. Maar anders op afspraak. En je krijgt nog een kop koffie ook. Dus het is echt hartstikke leuk.
Het leuke is dat je overal wat bij elke motor hoort een verhaal. En ik zou er een video van 2 uur van kunnen maken. Het is echt heel erg leuk. En nou rij ik lekker op mijn gemak weer naar huis. Moet alleen nog even zien dat ik even ergens ga tanken. De tank is redelijk leeg. En dan heb ik weer een leuk dagje erop zitten. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Als je hem leuk vond, laat het even merken door even op het duimpje te klikken. En abonneer je op ons kanaal. Als je dan op de bel klikt, dan krijg je ook nog updates als we een nieuwe video online zetten. En voor de rest, als je nog commentaar hebt, laat het vooral weten. We horen graag wat je ervan vindt. En voor de rest zou ik zeggen, tot de volgende video en houdoe!